Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl. We beginnen met de weerkaart van vanochtend. We zien dat er veel bewolking boven Nederland zat, maar dat de bewolking ook redelijk aan de dunne kant was. Dus in de loop van de ochtend zagen we de zon steeds vaker schijnen. Maar veel belangrijker is een, een regengebied, wat hier nog boven het westen van Engeland en het westen van Frankrijk ligt: een koufront met uiteraard een lage drukgebied erbij. En dat alles trekt later vanavond over het land. Kunnen... Stevige buien vallen, kanonweren en hagelen. Met name in het westen en noorden van het land. Dat laat ik zo meteen wat beter zien. Want als ik de boel in beweging zet, dan zie je dat het onze kant op komt. Dat het uh, nou, in de loop van de middag ons land bereikt. En dat het dan vanavond met een stevige neerslag over het land trekt. En nogmaals, zwaarste neerslag: Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland, Friesland en Groningen. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang droog. In Limburg zelfs tot tegen middernacht. Temperaturen waren daar vandaag ook het hoogst met 27 graden. Maar uiteindelijk trekt het koufront oostwaarts over het land, raken we het kwijt, en dan is het morgenochtend grotendeels droog, maar morgenmiddag komt een nieuwe neerslag aan. En op dit kaartje van morgen 1 uur zien we eigenlijk alweer heel veel neerslag boven Frankrijk zitten. En die neerslag die komt onze kant op. Let maar eens op, natte bak met regen, vooral morgenavond en in de nacht van vrijdag. Behoorlijk wisselvallig weer. Vrijdag overdag trekt die regen ook weer weg. En dan wordt het eindelijk wat beter weer. Dan gaat de luchtdruk weer wat stijgen. Nou, in kaartvorm ziet het er dan zo uit: vanavond en vanuit het westen steeds meer buien. En met name dus in het westen en noorden plaats ik veel neerslag. In het zuidoosten kunnen we nog spreken van een zomeravond. Daar is de halverwege de avond nog 24 graden. Komende nacht ook nog steeds buien. Maar de meeste neerslag trekt gelijk naar het oosten en noorden weg. En dan begint het ook geleidelijk op te klaren. Temperaturen in de neerslag: 18 graden. Bij de opklaringen wordt het 15 à 16 graden. En morgen overdag begint de lucht dan weer te betrekken. In de ochtend al hier en daar regen. En in de middag en avond gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Meeste neerslag verwachten we in het binnenland. Temperaturen rond de 18 graden. Maar als het echt gestaag doorregent, daalt het flink zelfs na 16 graden. Dus eh, niets lijkt op het heerlijke weer van vandaag. De wind uit het zuidwesten, windkracht 4 tot 5. En kijken we dan wat verder vooruit, dan zien we dat de vrijdag heel lokaal nog een buitje kan vallen, maar we kunnen toch spreken van een flinke weersverbetering. Zondagperiode, weinig wind en zo rond de 21-22 graden. Zaterdag wordt het warmer, 22 tot 26 graden. Heel misschien in de avonduren aan zee en bui, maar op de meeste plaatsen gewoon een prima zomerdag. En zondag 25 tot 30 graden, er zijn zelfs al diverse modellen die boven de 30 graden uitkomen, dus ook dat een zomerse dag. En in de avonduren neemt dan de kans op onweer toe. En dan kijken we nog even wat verder vooruit, nou dan zien we die piek op de zondag, dat is echt de warmste dag. En daarna echt een forse afstraffing, na die onweersbuien gaat het kwik duidelijk naar beneden, dan komen we tussen de 15 en de 20 graden uit. Maar voor je planning voor het weekend, dus goede vooruitzichten. Met pas zondag later op de dag misschien een regel van weersbui. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl